Ik heb al veel kunnen oefenen op het oefenterrein en nu ga ik eindelijk echt de baan op en ik vind het heel spannend. Hey Judith. Hallo. Dat heb jij al goed gedaan. Hè? Eerst langs de voorkant van een auto ingestapt en dat verkeer gekeken. Dus dat wil zeggen dat je er klaar voor bent. Jij zit ineens goed? Ik zit goed. Perfect. Dan vertrekken we eens. Dus nu sta je wel langs de kant van de weg, dus dat wil zeggen dat je vanaf nu ook alles wat je gaat doen moet aanduiden met je vinkers. Ja, dus je duidt maar aan als je klaar bent om te vertrekken en dan zijn we weg. Oké. Oh. En je houdt zelf je toerental maar in de gaten voor op te schakelen. Uw plaats op de weg, is die goed op deze manier? Kun je daar een beetje nakijken? Ik denk dat die goed is. Ja, en waar kijkt jij nu naar? Naar mijn rechterspiegel. Ja, even een controle en voor de rest goed ver vooruit kijken. Ja. En je mag wel nog een beetje meer rechts komen rijden. Zo. Ja. Ja. En met die geparkeerde auto's gaan we voldoende afstand plaatsnemen. Een idee hoeveel plaats dat je nu laat van die geparkeerde auto's? Een meter, een dikke meter. Ja, een goede meter. Veilige afstand. Rustig en ik laat in de u bocht. Ondertussen maar rustig doorrijden, hè, zolang als het gaat. Okay. Wel nog eens even kijken of je voldoende rechts aan het rijden bent. Je mag nog een beetje meer naar rechts nog komen. Meer? Ja, anders dan gaat dat met die tegel hier wel wat smal worden hier. Zo was dat beter. Dus om je rijlijn goed te houden, is het belangrijk van gewoon heel ver vooruit te blijven kijken. Kijk, gewoon zo ver het mogelijk. Het verste punt. Ja. En regelmatig zo eens wat korterbij kijken ook. En dat je dat zo wat afwisselt. Ja. De volgende bocht gaan we ietsje rustiger nemen. Een beetje afremmen. Ja. Met mijn toerental ook eens zo. Inderdaad. En waar gaan we naar kijken? Nu? Ja. Naar waar ik moet gaan. Ja, en zo ver mogelijk ook weer naar het verste punt. En u mag dat zelf al in doog houden. Als uw toerental aanduidt dat je moet schakelen, dan mag je naar de volgende versnelling. Oké. Zo. Ja, perfect. En dan komen we een hindernis op de baan tegen. En dan moet je pinken. Ja. En je hebt ook goed opzij gekeken. En weer hetzelfde, voldoende afstand houden en de pinker mag terug uit. En terug naar rechts pinken? Ja. En natuurlijk ook zien dat je voldoende verder voorbij bent. En dan moet je dat hier nog eens opnieuw doen. Nog eens naar links. Die tegenligger zullen we misschien best doorlaten. Dus dan mag je dat stoppen. Ja, niet vergeten op het einde die koppeling in te duwen. En klaarzetten om te vertrekken. Aanduiden dat je gaat vertrekken. En doe maar rustig aan. Oké. En onmiddellijk doorgaan. Het eerste kruispunt naar rechts. Dat is hier. Ja. Ja, zo. Perfect. Rustig aan, hè. Niet te snel hier niet. Een beetje snel gaan hier. Dus met je gas, als je vlak voor zo'n kruispunt gaat, best niet te veel gas bijgeven, maar die auto rustig laten uitbollen. En nu mag je terug doorrijden. Ik voel me een dikker gaan. Ja, dat was nu wel omdat je daar even wat snel die bocht ging nemen. Oké, schakel maar naar de derde. Dus je moet zelf de tijd nemen om rustig aan dat kruispunt aan te komen ook, hè. Dus je moet goed op tijd beginnen met af te remmen. In welke versnelling gaan we naar dat kruispunt? De tweede. Wat betekent dat onderste verkeersbordje? Voorrang van rechts. Ja. Dus als het veilig is, moet maar even kijken, dan zou je hier voorrang kunnen nemen. En het is veilig. En het is veilig. Voilà, dan gaan we door. Perfect. We gaan nu een beetje verder naar links gaan. Dat is daar een stukje naar boven de brug oprijden. Oké. Dus voor links af te draaien, maar wat moet je dan wel rekening houden?
Met de tegenligger. Ja, inderdaad. Daar had het al op tijd aan dat je gaat doen. Niet te snel, rustig aankomen. Ja, graag. Ja, goed kijken. Zodat dus ik er een tegenligger heb. Alright. Perfect. En dan blijf je de weg rechts mee volgen. Ja. Dus elke keer dat je een nieuwe weg opdraait, ga je opnieuw weer kijken dat je met een auto op de goede positie aan het rijden bent. Voldoende rechts. Dat was iets te veel rechts, want we zaten nog even in de kant. In de goot. Ja. En dan mag je terug doorrijden, een beetje sneller terug. Naar derde? Naar derde, ja. Op het moment dat je een tegenligger tegenkomt, zoals nu, dan kruisen we elkaar en dan blijf je gewoon op je weghelft kijken. Dus niet naar de tegenliggers kijken, maar naar de ruimte, de vrije ruimte voor u. Dat is het beste om weer die positie goed te houden. Oké. En in welke versnelling gaan we hier best aankomen? Tweede. Ik zou daar nog een beetje bij gaan als ik van u was. Eerst remmen. Remmen. Ja, blijven remmen. Blijven remmen. En we gaan de eerste naar rechts. Rustig aan, goed kijken. En dan gaan we terug links afdraaien. Goeie brede bocht. Ja, links is dat een brede bocht inderdaad. Zachtjes, die linkse bochten, die moeten ook wel rustiger. Oké. Okay. Hier pinken, hè? Ja. Zachtjes insturen en pas gas geven vanaf nu ongeveer. Dan gaat dat zachter. Dan worden we niet naar opzij geduwd. Is dat beter? In de bocht. Veel comfortabeler als iets. Nu, waarom is dat remmen voor de bochten en voor die kruispunten nog van belang, denk je? Zodat je niet uit een bocht vliegt. Ja, niet alleen om daar niet te snel in te gaan, maar als je gaat remmen, gaan er vanachter ook remlichten branden. Mm. En dan zijn de mensen achter je ook gewaarschuwd dat je daar trager gaat rijden. Logisch eigenlijk. Eigenlijk is dat logisch. En terug een beetje gas bij. Wat kunnen we hier niet tegenkomen in dit stuk? Een tegenlier. Inderdaad. Dat gaat wel goed zo. We zitten, ja, al vrij, eigenlijk wel. We zitten al vrij stabiel te rijden. Dus alleen regelmatig wel blijven controleren dat je voldoende rechts blijft rijden. Want je gaat dat is altijd, echt een probleem, hè? Ja, je schuift er altijd zo wat op naar het middenmeer. Maar ik vind het daar gezelliger. Ja, zou kunnen. Waar gaan we hier uitkomen? Wat zien we in de verte? Een randpunt. Maar een rotonde. Een voorrang van rechts. Welke versnelling? Tweede. We gaan best stoppen. Hoe zit het met voorrang aan een rotonde? Want dat was precies niet helemaal juist. Voorrang van degene op het rondpunt. Ja, voilà. Zijn we klaar om te vertrekken? Ja, ik ben klaar. Ik ga even wachten tot die persoon er is. Kijk eens dat je niks vergeten bent. Wat ben ik vergeten? Eerst dan. Voilà. Nu ben ik al klaar. Oké. Okay. Rustig aan. Ineens door, ga maar door. Ja, naar tweede. En we gaan terug de brug oprijden. Hier zouden we dan wel uw pinkje best even aanzetten. Dat is veel te laat. Juist op het laatste, inderdaad. Maar je had er nog net aan gedacht. Ik heb wel voor u opzij ook even gekeken dat daar geen fietsers of zo aankwamen. Ah, juist. Dat was die gevaarlijke kant hier. Die kunnen er ook nog zijn. Hè? In het begin heel veel om aan te denken. Hè? Dus dat is hetgeen dat je nu merkt. Hè? Nu kom je met dat andere verkeer te maken. En dan wordt dat wat moeilijker. En een beetje verder gaan we ons aan de kant zetten. Nog, ja? Een klein beetje verder, want hier staat er een verkeersbordje dat dat niet toegelaten parkeren. Is. Maar we gaan stil staan en we gaan niet parkeren. Als we ons aan de kant zetten, gaan we parkeren. Oké. Okay. Hier gaan we pinker naar rechts opzetten en voorzichtig remmen, want er is iemand achter ons. Maar die mensen dat door hebben, dat wij hier eventjes stoppen. Ja. Hier. Oké. Okay. Voilà. Allee, stop. Dat waren de eerste kilometers op de baan. Viel het mee? Ja, ik voel het wel zo in mijn hart dat zo... Het is wat... Een beetje stress, ja. maar ook zo niet, geen paniekerige stress. Zo. Okay. Gewoon zo van, ah... Dat is goed. Dus het is altijd wat spannend natuurlijk in het begin, want nu ja, is het inderdaad wel verricht met andere auto's, vrachtwagens, fietsers. Mm-hmm. Maar eigenlijk zie je dat je nu alles wat je hebt geleerd wel kunt toepassen. Je moet er alleen nog over nadenken, het gaat nog niet vanzelf. Nee, dus zolang dat je gedachten erbij houdt, dan komt het allemaal wel goed. Ja.
Ja, nu besef ik wel hoe gevaarlijk dat eigenlijk is als je zo een beetje afgeleid bent gewoon. Mm-hmm. Ja. Want... ja, je hebt je concentratie echt wel nodig. Ja. Voilà. Maar voor mij was dat al voor te beginnen heel goed. En nu gaan we het altijd een klein beetje moeilijker maken en wat in drukker verkeer gaan, stadsverkeer. Oh, oké. Okay. Maar voor te beginnen was deze heel goed. Oké, dan ben ik blij. Voilà. Ja. Mijn eerste keer op de baan was enorm eng. Ik voelde mijn hart keihard kloppen, maar ik heb er wel steeds meer vertrouwen in en ik denk dat ik nu echt wel een drukkere baan aan kan.